Ja, het is heel druk in Utrecht. Vele duizenden mensen die zijn afgekomen hier in het centrum van de stad voor het Nederlands Filmfestival. Een bijzonder filmfestival dit jaar, want het heeft een Overijssel stintje. Houd God van Vrouwen. Dat is een documentaire die vanavond in première gaat. En het handelt over een streng christelijke geloofsgemeenschap in Staphorst. Hoe manifesteert men zich in deze geloofsgemeenschap? En hoe komt de emancipatie van vrouwen daarin tot zijn recht? Ik vroeg het vanavond aan een van de regisseurs van die film. De film die gaat over de strijd tussen vrouw en man binnen een reformatorische gezindte. En dat is een strijd die eigenlijk al heel lang aan de gang is. In Staphorst, hè? Nee, niet alleen in Staphorst. Dat is tamelijk onzin. Het gaat over de hele groep van de reformatorische gezindten van Staphorst inderdaad tot aan Zeeland toe. Het gaat over 450.000 mensen. En dat zijn geen aapjes en dat zijn geen idioten. Het zijn mensen die met een bepaald idee over de positie van de vrouw in de kerk van gedachten wisselen. Dat is een hele lastige groep om te benaderen en om te filmen. Ik vind het niet. Gesloten, denk ik. Nee, ik vind het helemaal niet, want ik heb met heel veel predikanten een uitstekend contact. Alleen het feit dat ze dus niet voor de camera willen, dat is lastig. Nou, dat lijkt me wel handig voor een filmmaker. Zeker, dat is ook handiger. Ik heb ze ook uitgenodigd. Maar u moet niet vergeten dat vele predikanten ook een gewone zakelijke relatie hebben met hun kerk. Ze staan ook in dienst van de kerk. Wij zijn allemaal gewone mensen onder de hoede God, om het zo maar eens te zeggen. Wat verwacht u van de documentaire? Ik verwacht van de documentaire dat er een ongelooflijke maatschappelijke discussie mede op gang komt. Onder andere door deze documentaire. En die maatschappelijke discussie is eigenlijk al op gang. Maar wat moet dan het centrale thema zijn? Emancipatie van vrouw in kerk? Ja, dat is precies zoals u het omschrijft. Is het eigenlijk heel uitmuntend omschreven. De emancipatie van de vrouw. Niet alleen in de orthodoxe reformatorische gezinnen. Maar in de islam, in het jodendom, in het orthodoxe jodendom. Maar ook in de katholieke kerk. En dat was meneer Van Nieuwraal, een van de regisseurs van de film Houd God van Vrouwen. Het Overijssel steentje hier van het filmfestival dat vanavond officieel van start gaat. En daarmee zou je kunnen zeggen dat juist door die film, door het emancipatiekarakter in die film, liefde alles overwint. Zelfs de liefde van de kerk. Wij gaan nog even het feestgevoel in, want er is hier voldoende te beleven in Utrecht.